Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ilko Gaming. Ik heb weer een nieuwe aflevering van jullie. Vandaag is aflevering 3 van Schipbreuk. En we waren gebleven in het stadje genaamd Cameltown. En ik had me bedacht dat we eerst eens heel eventjes in het andere stadje Lobster Village gingen kijken. Of we daar misschien nog iets vergeten waren. En als dat niet is, dan gaan we eens even kijken. Oh, en ik heb stiekem al een diamant gevonden. Ja, dat was misschien niet zo slim, maar die kwam ik zo tegen. Dus we hebben al een diamant extra. La 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 la. Eens even kijken. Handy's House. Wat krijgen we als schilderij weghalen? Oh ja, pluspunten voor jullie die trouwens hier eens zien. Oh yeah! Oh! Oh. You just keep on finding them, hè? Huh? Ja, zeker wel! Ik wist dat er hier iets achter moest zitten. En aangezien ik alleen dirt weg mocht halen. Tada! What? Weer een diamantje. Die daarbij. Oh yeah! Oh yeah! Hadden we nog meer? We hadden de kerk, hadden we ook nog, hè? Even kijken. Nee, niks. Nope, ook niks. Wat hadden we nog meer? Oh, iemand gaf als hint dat we hier in de town hall misschien iets konden vinden. Bij het Windows 8. Nee, niet. Oh ja, en Steve die zei trouwens heel goed tegen mij. Ilko, het viel je wel op dat het Windows 8 was, maar het viel je niet op dat het Windows... Of Xbox 720 was. Nee, sorry. Ik speel geen Xbox en dus viel het mij ook niet op. Maar hier zie ik ook niks. Ja, ik zie een button, maar verder ook niks. Daar houdt het wel een beetje bij op. Nou ja, dan gaan we denk ik toch maar terug naar die andere village. Gaan we eens kijken wat we daar nog kunnen doen. Ah, alsjeblieft, waar gaan we de schilderij neerplempen? Ah, oh, mooie schilderij. Ah, oh, mooie schilderij. Ah, oh, schilderij tegen de lantaarnpaal aan. Gaan we terug naar Lobster Village en gaan we eens heel even kijken of we daar nog dingetjes vergeten zijn. En dan zeg ik, is het tijd om door te gaan naar alweer het volgende dorpje genaamd Twiggletown. Yep, Twiggletown. Volgende dorpje waar we heen gaan. Hup. Tijd voor Cameltown. Weet je, screw dit. Ik heb geen zin om in Cameltown te gaan liggen ronddiggen. Als ik hier iets vergeten ben, jongens, laat me heel even weten. Mochten jullie ergens iets gezien hebben wat ik niet gezien heb, post het natuurlijk beneden weer even in de comments. Want ik laat het zeker weten. Ik kijk ze, ik lees ze, beantwoord er ook nog best veel. Zeker nou, het aantal comments wel meevalt. En dus leek het me wel leuk om dat te doen. Nou, gaan we eens spieken. Student Nichols. Kijk, ik kan op de bank schrijven. Oeie. Ja, ik kan ook op de bank schrijven voor geld. Oh, geen diamantjes. Wel een high sign. Hi. En een bed. En dat vind ik eigenlijk best een goed plan. Want dan reset ik mijn spawn point weer. Kan ik gelijk gewoon slapen. Ja. Goedemorgen. Hey. Ga naar buiten en ga in het glazen ornament staan en graaf er 20 naar beneden. Oké. Okay. Oh, ik dacht dat het een bushokje was. Ik denk dit is een soort van bushokje zo. Lala, toet toet. Nee, geen bushokje. Oké. Okay. Gewoon naar beneden graven. 20. Oh. Aha. Use this dirt to get up. Oh, ik heb al dirt. Diamant. 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 Jongens. Er zit niet eens deur in. Wat even een kutgeintje. Haha, I was joking. Haha, ik maakte maar een grapje. Het was maar 6 blokjes. Ik ben zo grappig. Nou, dankjewel. Haha. Haha, lol. Ik ga weer weg hier. Oh, jongens. Ik begin echt in slaap te vallen. Weer terug uit het bushokje. Gaan we eens verder kijken.
Wat hebben we nog meer hier? De drukplaat achter het huis unlock the door. Vind een weg om hem naar beneden gedrukt te houden, zodat jij naar binnen kan. De oude man drowsy. En natuurlijk, als er iets op pleuren, dan gaat de deur open. Allee, kijk, daar is er genoeg Minecraft voor gespeeld. Dingetjes, hebben we niks aan. En we hebben hier, wow! Wall of text. Boom, boom, boom. Oh, dit is de oude man. Ik moet natuurlijk met een oude man bestemmen. Hallo daar. Welkom in mijn kleine huisje. Ik... sorry, even een slokje nemen. Ik ben de sleutelhouder. Vele jaren geleden hebben de dwergen in onze... Hè, wat? Vele jaren geleden hebben de dwergen onze geliefde mijn gemaakt. Ze werkten zo hard voor onze mensen in de mijn, zodat ze hun spulletjes konden krijgen. Helaas waren de mensen niet dankbaar en zijn de dwergen naar een andere stad gegaan. Dat is waar mij al zo lang gesloten is. Oh, je wilt de sleutel? Maar die is wel heel veel waard. Kan ik je vertrouwen? Hé, hé, kan ik jou vertrouwen? Hé, jonkie. Weet je wat? Ik geef je een quest. Een opdracht. Wanneer je hem compleet hebt, geef ik je de sleutel, oké? Oké, hier gaat hij. Gisteren ben ik mijn Bijbel verloren ergens in de kerk. Kun jij hem alsjeblieft voor mij terugvinden? Ik kan echt niet zonder hem. Als je hem hebt, dan leg hem maar gewoon op mijn bed. Oké. Gaan we doen, opa. Ik ga je Bijbel terugvinden. En wat hebben we hier? Mr. David's gesloten huisje. Oeh, secret. Mr. Hendrik's gesloten huisje. De library. We hebben daar nog lege kisten en shit. Kunnen we hier op en nog dingen? Nope. Kom omhoog. Gaan we eens kijken. Oeh. Oh, wacht. Ik heb een muziekdisc, hè? Kan ik die erin stoppen? Oeh, yeah. Maestro, muziek. Hint, go here. Oeh. Geheime ruimte. Oké, ik geef muziekdisc. Ik begin me eraan te irriteren. Oeh, geheime ruimtes. Hoe gaan we daar komen? Jumpy puzzle. I don't like no jumpy puzzle. I don't like them jumpy puzzles. Ah! Ah! Oké. Okay. Nou weet je gelijk waarom ik niet van jump puzzles houd. Omdat ik er echt belachelijk slecht in ben. Oeh, zei het wel dat hij er in één keer overheen sprong. Hoppa! Oh. En dan hebben we het huisje. En wat hebben we bovenop het huis? Oh, helemaal niks. Nou jongens, je mag hier speciaal heen voor het mooie uitzicht. Hé, het zou er boven die kerk zijn. Er zit vast ook iets. Hé, waar is dat? Hé. Er zit iets in die boom. En dit is een trappetje volgens mij. Wat zit er in die boom? Weer zo'n raar nummer. Jongens, schrijf die nummers voor me op en vogel uit wat het is. Volg de pijl. Waar is dat? Dat is een boom. Oké, zal wel. We gaan jumpen. Nee, we gaan netjes terug. Hè? We gaan netjes terug via de bibliotheek. Gaan we weer terug naar beneden. Oké, never mind. Tot zover mijn poging om netjes de bibliotheek uit te gaan. Die falen haar. Waar kwamen we ook weer naar buiten? Ik weet het niet meer. Oh, daar. Ja, en dan hebben we de weg weer teruggevonden. Hallo? Oh, moet ik wel via de ding naar buiten springen? Kan ik gewoon niet terug? Hup. Auw. Breek bij de benen.
Mr. Johnson. Hallo, der zoon. Ik heb een opdracht voor jou. Misschien moet je eens een kijkje nemen in de fontein in het midden van de stad. Nou, dat is goed. Gaan we zo meteen doen. Eerst nog eventjes verder, want ik zag hier achter de kerk. En ik ben wel benieuwd waar de kerk zit. Hebben we wijwater. En, oh ja. Ik wist het. Weer iets? Nee. Oh, hebben alleen tekst. Het houdt schepen van stranden. Ja, maar ik wil een quest met diamanten. Of een kist met diamanten, jongens. Daar heb ik niks aan. Want daarboven heb ik al iets gevonden. Ah, niet zo moeilijk doen. Wat hebben we dan nog meer? De Church Tower. Gaan we eens een kijkje nemen in de kerktoren. Is vast daar ook. Wow. Hallo daar, mijn zoon. Heb je al vele mensen geholpen? Maar anders kom je niet in heaven. Anders kom je niet in de hemel. Het is misschien nuttig om dingen te herinneren die je ziet gedurende de quests. Ah, met zijn schilderij in het begin. Oké. Okay. Hier. Ah, toortjes. Ik kan nooit genoeg toortjes hebben. En een schilderij. Niks erachter. Nog een schilderij. We kunnen ook meer omhoog. Oh. Spire. De toren. Ah, met de kist. Oh ja. Yeah. Oh. Een diamanten helm. I win. Zeker wel. Leather. Kunnen we ook weer mooie dingen van maken. Maar we gaan eerst die kroon opzetten. Wie de kroon past, doen hem. Oh. Wauw. Dat is een grote stad erachter. Wow. Wordt steeds grotere steden, man. Wie de knoop past, doet de baan. Oké, nou. En, hey, basement. Oh, die deur was al open. Burial place, lost and found. Oh, wauw. Ik heb een bijbel gevonden. Kan hem maar beter niemand terugbrengen dan. Yep, hebben we een bijbel. Nee, letter. Ik heb hem niet meer nodig, want we hebben een hele mooie diamanten. En dan gaan we naar de burial place. Oh, hey, zand. Zeker wel dat er hier iets achter gaat zitten. Wat zit er nu achter? Ik wil weten. Of zit er misschien nog niks achter? Voor mij is niks. Zei hij, terwijl hij een kamer vond. Nice. Nou weer. Oh, knopjes! Ik ben knopjesfan! Ja! Knopjes. Oké. Up, grave digger on the way. All the way. Hebben we loot? Geen loot! Verdomme, er alleen maar botjes in. Daar heb ik niks aan. Wat staat hier? Misschien dat ik dat eerst al moet lezen. De architect welke deze plaats gemaakt heeft. Heeft een heel cool buttonsysteem gemaakt. Dat een geheim zal... Oh, ja, wat dan? Puntje. Maar helaas is deze persoon dood, gestorven, gesuffocated, gestikt. En nou is de geheime button verloren. Tussen alle anderen. Oh, god. Ja, daar kan God mij niet bij helpen, hoor. Oké. Dit is een soort van pijl omhoog. Een soort van pijl omhoog in deze. Oh. Een soort van pijl naar het zuiden. Oh nee, het zijn mensen. Ah! Arme benen, hoofd. Een plat hoofd. Arme benen, hoofd. Oh, en deze ligt die kant op. Oh ja. Moet je hoofd gaan doen. Maar misschien dat dan die en die is. Ik weet niks. Misschien die beide redstone torches. Ook niet. Wat gebeurt er als ik redstone torches weghaal? Oh, ook niks. Ah! Dat kan ik dus niet hebben, hè. Dat ik dan niet weet wat er gebeurt.
En dat er gewoon niks lijkt te gebeuren. Jongens, doe mij eens helpen. Ik heb hier even jullie hulp nodig. Wat vergeet ik? Oké, hey, nog meer dan. Zou er misschien nog meer loos zijn? Ik ga een klein stukje verder, maar... Oh! Als ik niks vind, dan ga ik hem niet stoppen. Hoppa! Oeh! Twee diamantjes. Kijk, toch goed dat ik doorgegraven heb. Oké, gaan we door. Waar gaan we nog meer heen? Zand weet nooit wanneer zand nodig heb. Oh ja, we gaan het boekje van opa terugbrengen. Ga het boekje van opa terugbrengen. Hoppa! Want die hebben we gevonden... Wat is dit? Hotel Lakeview. Oké, sorry, ik ben niet snel distracted, maar ik ga toch even spieken. Hotel Lakeview. Oh, wow. Restaurant torches. Lege kist. Schilderij. Kamer 1. Niks. Kamer 2. Die zitten er wel echt in, die dingen. Okay. Kamer 3. Kamer 3. Oh, kunnen we ook nog omhoog. Gaan we eens kijken wat er daarboven is. Kamer 4. Schilderij. Niks erachter. Lege kist. Trappetje omhoog. Oeh. Heeft een bovenkantje. Met soort van barbecue. En wat hebben we dan hier achter? De geheime dingen. Ik wil ook een jacuzzi. Zeker wel dat ik een jacuzzi wil. Zeker wel. En dat was kamer nummer 5. Ja, hebben ze allemaal gehad. Oké, gaan we terug naar beneden. Hotel is boring. Hebben we nog meer? Oh, we hebben hier. En nog ruimte achter. Echt heel erg freaky geluid. En dan hebben we redstone torches waar ik niet bij kan. En dan hebben we een soort van... doolhofje. Wat doodloopt op verschillende plekken. En dat leidt naar... Dit leidt ook dood. Ook dood. Als ik te veel aan mompelen ben, moeten jullie maar zeggen. Hey, psst, psst. Hey daar. Heb je gehoord van de geheime raamkamer in de library? Maar niet te veel zeggen, hè? Oké. Ja, die geheime kamer had ik al ontdekt. Oké. Oké, ik ga opa zijn boekje terugbrengen. Want wij willen graag de mijne. Oh, wacht, en we moesten in de fontein. In de fontein zou ook wat zitten. Als je hier bent voor de quest, ga door de deur. Als je hier niet bent voor de quest, ga eerst naar Anna Johnson. Oké. En... oh. Voor vele jaren heeft onze stad gebruik gemaakt van het water in het meer als een betrouwbare bron van water. Helaas, sinds een paar weken is het waterlevel gedaald. Heel veel gedaald zelfs. Vind alsjeblieft de stroom water naar het meer toe en kom zo in de volgende stad. Oké, is goed, ga ik onthouden. Maar eerst opa zijn boekje terugbrengen. Oh, wacht. Oh. Opa, opa, boekje. Opa, ik heb een bijbel voor je. Alsjeblieft. Waar is nou mijn sleutel? Oh, wacht. Oh, ik moet natuurlijk niet gelijk weer terugzetten. Opa, waar is mijn sleutel? Ja? Just put it on the bed.
misschien heb ik iets verkeerd. Dwarf Mine. Ah! Hey, de Dwarf Mine is open. For advanced users only. For... Oké. Bla bla. Ja, oké. Okay. Te moeilijk, jongens. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we straks wel uitvogelen. We gaan eerst nog heel even het dorpje verder uitvogelen. Zijn er al andere deuren open? Volgens mij nog niet, hè? Andere deuren zijn er allemaal dicht. Nou, weet je, we zijn weer ongeveer 20 minuutjes bezig. Ik vind het eigenlijk wel mooi geweest voor vandaag. Ik zeg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, een comment achter te laten voor alles wat ik gemist heb en wat we gaan doen. We gaan in de volgende aflevering gaan we de mijn verkennen. En ik hoop dat jullie veel plezier gaat hebben. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van Ilko Gaming. En tot ziens.